Ja, ik wist het wel, maar nu heb ik het in kaart gebracht hoe erg het eigenlijk is. Ik heb gehoorverlies in mijn rechteroor. Kijk maar. Ja, rechts heb ik gemiddeld gehoorverlies, links is gelukkig nog gezond. Dat gehoorverlies merk ik bijvoorbeeld in een drukke kroeg. Veel geroezemoes, dan kan ik gesprekken slecht verstaan. En als ik tv kijk, hoop achtergrondlawaai, dan hoor ik de stemmen niet goed en dan zet ik het volume heel hard. Ja, en dat willen de buren niet. Maar gelukkig heb ik daar wat op gevonden. Dit is de Sennheiser RS-195, een koptelefoon speciaal voor mensen met gehoorverlies. De Sennheiser RS-195 is een over-de-ear draadloze koptelefoon. Hier heb je het moederstation, maar die werkt niet met Bluetooth. Gelukkig, want je hoeft hem nooit te pairen. Hij werkt altijd en de geluidskwaliteit is heel erg goed, dankzij de Clear Lossless Audio technologie. De RS-195 is geschikt voor gewoon audiomuziek, maar vooral ook voor je tv. En met name als je, zoals ik, last van gehoorverlies hebt. Ja, rechts hoor ik dus niet zo goed. Dan denk je in de eerste instantie dat je gewoon even dat volume moet opkrikken, zodat rechts wat harder is. Maar dat werkt niet als je gehoorverlies hebt. Je moet eigenlijk het juiste geluid in de juiste frequentie, zodat ik het goed kan horen. En dat is precies wat je met de Sennheiser kan aanpassen. Met de modusknop kan ik het soort audio instellen wat ik wil horen. Bijvoorbeeld, ik hoor slechte stemmen op tv met veel achtergrondmuziek. Als ik daarop klik, dan zie je het ballonnetje oplichten. Dan wordt het geluid, het achtergrondgeluid van de tv een beetje weggedrukt. De stemmen worden naar voren gebracht, zodat ik het goed kan horen. En hetzelfde geldt voor muziek. Dat kan je ook aanpassen, dat profiel. Maar dan heb ik nog niet het optimale geluid voor mijn rechteroor waar ik niet zo goed mee hoor. Ten eerste kan ik de balans iets aanpassen, iets meer volume aan de rechterkant. En dan heb ik nog de keuze uit een zevental geluidsprofielen. Die zijn speciaal ontwikkeld om te compenseren voor waar ik gehoorverlies heb, zodat ik alles veel beter kan horen. Maar dat kan ik je ook laten zien. Om de verschillen tussen de geluidsprofielen van de Sennheiser te laten zien, heb ik een testopstelling met een app. De Spectrum Analyzer, die laat het geluid zien, en een microfoontje in de koptelefoon. Draai ik zo direct aan de geluidsprofielen, dan zie je met name in dit gebied de boel veranderen. Ja, het geluidsprofiel waar ik het beste mee hoor, dat zit een beetje in de hoge regionen. Dan wordt hier de boel een beetje opgepept. Dat komt precies overeen waar ik een dip in mijn gehoor rechts heb. En ik hoor die tv ook zoveel beter dan voorheen. Ja, er hangt wel een stevig prijskaartje aan als je wat beter wil horen. Hij kost namelijk zo rond de €340. Dat is een smak geld. Hij komt ook een beetje plastic over. Maar in de praktijk heb ik daar geen last van. Ik heb hem al maanden en hij is nog even goed als toen hij nieuw was. Wat ik wel een nadeel vind, zijn die knoppen op de zijkant. Ja, die voel ik niet. Die zijn echt onhandig. En als je denkt, dit is voor oude mannen zoals David, hè, die hebben allemaal gehoorverlies. Dat is helemaal niet waar. Het is schrikbarend hoeveel jongeren last van gehoorverlies hebben. Zelfs veel erger als ik. Bijna 22.000 jongeren per jaar eindigen bij de GGD met lawaaischade vanwege keiharde muziek. En die hebben ook baat bij een dergelijke koptelefoon. Heb je ook gehoorverlies? Schreeuw het dan beneden in de reacties en vergeet niet te subscriben.